Goedenavond, Etienne van Steenbergen. We zitten nu samen hier in het Kastige van Zaffelaren. Dat geeft ons een reden, hè? Wel, de reden is, ik ben ambassadeur voor België voor de Confrérie du Sabre d'Or. Wat betekent dat? Dat is dat wij op een speciale manier champagne benaderen. Met de sabel gaan wij elke fles gaan ontkurken. Maar dat gebeurt altijd in speciale omstandigheden. En nu, Kasteel van Zaffelaren wordt gepromoveerd tot Caveau du Sabrage. Dat wil dus zeggen dus dat Herman Windij, eigenlijk de exploitant, dat hij dus maître sabreur wordt. Dat hij dus hier in zijn zaak de champagne kan sabreren, dus met het zwaard. En hij heeft ook de mogelijkheid om mensen die hetzelfde doen ook een diploma uit te reiken. Dus dat is waarom wij hier vanavond een diner dansant georganiseerd hebben. Maar eigenlijk hebben we eerst een intronisatie gehad. Dus het openen werkelijk op de officiële manier van de Caveau du Sabrage. En er waren hier heel wat internationale gasten. De grand maître was hier, Jean-Claude Jaloux, die 25 jaar geleden de confrérie gesticht heeft. Meneer Brunion, dan ook Julian White, ambassadeur, mijn collega van Engeland. Iemand uit China en iemand uit Ierland. Het was vandaag hier een internationaal gezelschap. Maar natuurlijk, het is ook zo, ik had dat ook aangekondigd. En via internet ziet men ook de beelden van het kasteel van Zaffelaren. En dat trekt aan. En het is toch wel een mooie accommodatie die er hier voorhanden is, hè. Waar heeft Herman aan te danken, deze titel? Eigenlijk is dat gegroeid. Herman heeft mij op een bepaald moment gecontacteerd, omdat hij dus wist dat dat bestond. Toevallig was het in de Filipijnen vorig jaar, want ik presenteer daar al 13 jaar de mosselwijnverkiezing. En daar was Herman aanwezig. En het een bracht het ander mee. En al praten hebben we gezegd, ja, oké, als je dat wilt worden, kijk, we gaan dat organiseren. En dat is dus vandaag gebeurd. Heeft vandaag ook die fles gesabreerd? Is dat direct gelukt? Ja, dat was perfect. Dat was perfect. Ik moet wel zeggen, we hadden deze week een kleine oefening ingelast. En dat lukte perfect. En nu vanavond ook. Maar dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Maar natuurlijk de omstandigheden, want uiteindelijk waren we hier met meer dan 100 mensen en die staan op u te kijken. Uiteindelijk die kurk moet daar afvliegen met een sabel. Ja goed, maar het is perfect gelukt. Ja. Dag Herman Windij, u bent daarnet benoemd tot maître sabreur. Wat behelst dat? Wat is dat voor iets? Goh, is dat een beetje een bedanking voor de jarenlange inzet? En misschien ook een beetje een andere zienswijze van wat een beroep kan inhouden. Wat moet je daarvoor doen om dat te worden? Graag champagne drinken en genieten van het mooie in het leven. Nu, champagne is toch een van de mooiere zaken om te kunnen van genieten. Dus ik zou zeggen, dat is voor mij zo een beetje een punt van vastheid. Ja. Je moest vandaag die fles sabreren, noemt dat. Ging dat makkelijk of was dat moeilijk? Heb je daar moeten een klein beetje op oefenen? Tot mijn eigen plezier, dat heel vlot. Maar ik moet u wel zeggen, heel eerlijk, ik heb deze week een paar keer geoefend en die waren allemaal gelukt. Ik heb ze ook allemaal moeten een keer uitdrinken, want dat vind ik wel jammer anders. Maar ik vond het heel leuk vandaag. Ook met die mensen er rond, geeft toch een aparte sfeer. Hoeveel mensen zijn hier nu vandaag in uw zaak? We hadden toch ongeveer 80 à 90 mensen. Het was eigenlijk wel een wonderbaarlijk mooi moment. Je bent de baas hier, je moet vandaag mee vieren. Hou je nog ergens een beetje de zaak in het oog op de achtergrond? Als je goede mensen rondom je hebt, kan je wel even het vieren van de teugels. En dat heb ik toch gedaan vanavond. En ik moet zeggen, ik was heel aangenaam verrast van en de keuken en van zaal. Vandaag allemaal echte champagne aan tafel. Ben je ergens zelf een beetje een liefhebber? Ja, ik moet u zeggen dat ik eigenlijk iemand ben die voor maaltijden champagne eigenlijk wel waardeer. Waarom? Omdat je dat kunt blijven drinken doorheen een maaltijd. Je gaat daar ook zanderdags weinig of geen probleem mee hebben. Morgen een andere dag. Is dat een klein beetje uitrusten nu vannacht en morgen dan weer staan, paraat, vroeg? Het is zeker en vast morgen vroeg opnieuw beginnen, maar ik moet u zeggen dat dit voor mij vandaag nu wel een punt was waar je naar uitkijkt. En waar je ook voelt dat daar wel een markt voor bestaat in vorm van mensen die daar naartoe komen, die daar ook echt een feest van maken. Dat vind ik heel leuk. Niet alleen zomaar even een champagneavond, dit is echt wel waar een onderscheiding die je krijgt en die je ook in de groep kunt samen delen. En dan moet ik u zeggen, dan is misschien een geesteling een kermis waard. Ja. Je vrouwke Petra, geniet die ook van jouw geneugtes? Ik heb het grote geluk dat we samen kunnen genieten van al die zaken. En dat geeft misschien wel een beetje een wederzijdse waardering en appreciatie. En in die optiek moet ik zeggen, zijn wij als koppel misschien wel leuk bezig. Oké, bedankt Herman. Ik moet jou bedanken voor de komst.